Vandaag in Onze Haven. Een expositie over Noordseaport op de plek waar het ooit allemaal begon. Hoe lang zijn onze kaaien? Maar eerst recycleren met de as van afval. We zijn hier op het terrein van Herelsluiskeel. Herelsluiskeel is actief in de afvalverwerking. En die afvalverwerking betekent dat waar je hier tegenaan kijkt, is eigenlijk al het afval uit de grijze afvalzak van u thuis of van de bedrijven. Onder andere ligt hier al het Zeeuwse afval. Dat afval wordt verbrand en die verbrande resten die ziet u hier op een hoop leggen. Uit deze as winnen ze hier bij Heros Ecopark met de modernste technieken, metalen en mineralen voor nieuwe grondstoffen. Urban mining wordt dat ook wel genoemd. En dan gaat het niet alleen om oud ijzer. Maar hier staan we eigenlijk bij het wat wij noemen non-ferrometalen. Dat noemen we maar aluminium, koper, zink, lood. Ja, en eigenlijk moet je zeggen, hier is het Heros natuurlijk om te doen. Want deze metalen vertegenwoordigen een grote waarde en die mogen wij verkopen. En daar hebben wij weer onze boterham van. Ook de gezuiverde as krijgt via Heros een nieuwe bestemming. Het wordt veel gebruikt in de wegenbouw en in betonwaren. En we staan hier eigenlijk wat wij Granova noemen, wat zo naar de betonstenen kan. En dat komt dan bij u in de tuin terecht of in de openbare ruimte als stoeptegel. En als je als bedrijf duurzaamheid als businessmodel hebt, is het ook logisch dat alles zo duurzaam mogelijk verloopt. Daarom is een plek in de haven ook belangrijk. Zo kan het as, 700.000 ton per jaar, via schepen worden aangeleverd en afgevoerd. Deze locatie is daarbij uitstek geschikt voor prachtig kanaal, mooie sluizen en je bent overal waar je wezen wil. ...56 kilometer. Zoveel kademuur, of kaai, heeft onze haven. Op en aan kaaien vinden in feite de belangrijkste havenactiviteiten plaats. Het laden en lossen van goederen, containers en bulk. Van en in kleine schepen en zeereuzen. Plakken we alle kademuren van onze haven aan elkaar en leggen we die vanaf het noordelijkste deel van Noordseaport bij Vlissingen op de weg via de Westerschelde-tunnel naar beneden, dan komen we bij het zuidelijkste punt in Gent uit. Dit is de maquette van Noordseaport. Met aan de ene kant heb je de Gent, waar we nu staan. Dan ga je de kanaal af en dan komen we in Terneuzen met de sluizen van Terneuzen, Westerschelde en Vlissingen. En samen vormt dit het gebied Noordseaport. En dat hebben we eigenlijk willen tonen op een eenvoudige manier, maar tegelijkertijd bevraagbaar via interactieve modules die omheen die maquette gaan staan. En daar kun je diepere lagen gaan verkennen. Deze indrukwekkende maquette maakt deel uit van een onlangs geopende multimediale expositie in Gent. Het zijn de actieve industriezones, de groengebieden die dan ook verschijnen en die je eigenlijk over het hele gebied kunt zien verschijnen. We hebben de windmolens en dat kun je eigenlijk doen voor de hele maquette rond. En zo hebben we vier van die interactieve modules die je kunt bevragen tot ook op bedrijfsniveau. Er zijn een aantal hotspots en die zie je hier aan en als je die aanklikt, dan kun je eigenlijk informatie vragen over een bepaald bedrijf. Op verschillende locaties in Noordseaport kun je de haven ervaren, maar deze nieuwe expositie zit wel op een heel bijzondere plek. In het havenhuis aan de Graslei in het centrum van Gent. Dit is het huis van de vrije schippers. 16e eeuw, maar in de middeleeuwen was hier eigenlijk de plek waar de haven van Gent is ontstaan. Dus dit is eigenlijk het ontstaan van de haven van Noordseaport. We hebben ook beelden uit de haven zelf. En dan laten we die beelden ook zien van kijk hoe groot is die haven wel en wat voor impact heeft die en hoeveel ruimte neemt die in beslag. En tegelijkertijd geven we beelden mee van wat dat die haven uiteindelijk doet, hoeveel dat er wordt verhandeld. Hè. De connectie met de andere delen van de wereld, materiaal dat hier binnenkomt, dat hier vertrekt. Het havenhuis wordt ook door Noordseaport gebruikt om bedrijven en gasten te ontvangen en kan ook als historisch gebouw bezocht worden. De expositie in het havenhuis in Gent is van dinsdag tot en met zaterdag vanaf 12 uur gratis te bezoeken. Meer informatie is te vinden op noordseaport.com/havenhuis. En we eindigen ook in Gent met deze prachtige foto's van Heerte Brabander. Heeft u ook bijzondere plaatjes van onze haven?
onzehaven@noordseaport.com. Tot volgende week.